De eerste spreekster voor deze namiddag is, mag wel zeggen, een zeer grote specialiste in de pelvische reeducatie. We zijn blij dat ze hier is. Mevrouw Heidi De Hoorne, die het zal hebben over plasproblemen in relatie tot detrusor sphincterdysenergie. Iets wat ik heel dikwijls in de praktijk tegenkom wanneer ik urodynamische onderzoeken doe. En we zijn blij dat Heidi ons daar verder zal over informeren. Alsjeblieft, het woord is aan u. Ik ben dus kinesist, ik zie hier veel van mijn collega's zitten. Ik wil nog voor de verpleegkundigen of de andere disciplines die hier zitten al een keer goed benadrukken dat wij gespecialiseerde kinesisten zijn. En als je iemand wil doorsturen of om advies vragen in verband met incontinentie of pelvische problemen, dat het absoluut nodig is om bij een gespecialiseerde kine te gaan. Dat er een gewone omnipracticus, een algemene kinesist, eigenlijk niet op de hoogte is van pelvische reeducatie. Wat is nu continentie? Dat is hier al een paar keer voorgekomen. Het is dus beschikken over een vermogen om de urine te lozen en of stoelgang te maken op een zelfgekozen tijdstip en op een sociaal daartoe aangepaste plaats. Tussendoor de urine en stoelgang lekvrij kunnen stapelen. Detrusor sphincter dysenergie versus dysfunctional voiding. De titel was eigenlijk detrusor sphincter dysenergie. Normaal hebben we een normale blaas dat je rechts op de PowerPoint ziet. Als die gevuld is met urine en die blaas begint heel nerveus te reageren en de uretra opening reageert ook niet correct of niet stabiel. Er is geen goede coördinatie tussen de blaasvulling en de uretra ontspanning of opspanning. Dan hebben we dus een dysenergie. Detrusor sphincter dysenergie, heel exact DSD, is een urodynamische beschrijving van een blaasledigingsobstructie. De detrusor contractie en tegelijkertijd is er een onvrijwillige uretrale sphincteractiviteit. Dus als we willen blassen, gaat de ureter opspannen in plaats van ontspannen. Er is een coördinatieverlies. De coördinatie en de overdracht tussen deze twee functies, de urine stapelen en de urine lozen, vraagt een synergie tussen de blaaspier, de sphincter en ons centraal neurologisch systeem. Dat is neurologisch, ik ga dat niet in detail uitleggen, dat dus de blaas in verbinding staat met het ruggenmerg en de ruggenmerg in verbinding met onze hersenen. En dat die allemaal verschillende functies hebben, waardoor we normaal gezien kunnen plassen, onze uretrale sluitspier kunnen ontspannen en dat de blaas eigenlijk reflexmatig samentrekt. Dat is ook nog een keer een schemaatje. Dus enkel de sluitspier is onder de wil contraheerbaar, de blaas is eerder onvrijwillig. Er zijn veel verschillende zenuwen die daar invloed op hebben en hier zie je ook dat eigenlijk eerst naar het sacrale centrum gaan, het mixiecentrum in het ruggenmerg en dan naar boven naar de hersenen die inhibeert of activeert om te kunnen plassen. DSD is altijd gecombineerd met neurologische pathologie die het centraal zenuwstelsel aantast. Ruggenmergaandoeningen, 50% van de spina bifida patiënten. Dus altijd of centraal neurologische aandoeningen, MS, Parkinson, MSA. De bevestiging ervan is door EMG, systomanometrie en uretrale drukmetingen. Er is altijd een risico, autonomic dysreflexia. Dat is dat de bloeddruk zodanig hoog gaat omdat er geen neurogene doorgave meer is naar de hersenen, urineweginfecties of problemen met de hogere urinewegen, PDSD, dus bij de neurologische aandoeningen. Die autonomic dysreflexia is dus dat niet meer doorgaat naar de hersenen de informatie, waardoor dat een enorme hoge hypertensie ontstaat in het abdomen of in blaas- en darmregio. En dat is een urgentieprobleem. Dus als dat gebeurt, is het nodig om direct naar het ziekenhuis door te sturen. De behandeling van die neurologische aandoening is meestal medicamenteus in het begin. Wij zien ze soms wel in het begin van hun problematiek, als het iets moeilijker gaat om te plassen. Dan kan bepaalde therapie nog een beetje de toestand vertragen, totdat ze dan meestal komen tot intermitterende katalysatie,
botox, uretrale stents en soms zelfs het wegnemen van de sphincter bij oudere mannen. Omdat de titel dus, hoe behandelt de kinesist dat probleem? De meeste voorschriften die wij krijgen zijn bekkenbodemoefeningen, bekkenbodemkinesietherapie, pelvische reeducatie, maar de diagnose staat er eigenlijk zelden tot nooit op. Plasproblemen, dus ik heb dat daar gewoon een keer, zwakke straal, obstructieve flow, waardoor lage buikpijn, en dat is het. Dus daarmee moeten wij het doen. Tenzij dat ze van een heel gespecialiseerd centrum komen, maar ik woon echt in een boerengat, dus dat gebeurt eigenlijk niet veel. Dus wat krijgen wij heel veel in de praktijk te zien? Dat is dysfunctional voiding, dus de plasproblematiek, lower urinary tract dysfunction, de LUTS, bladder bowel dysfunction wordt meestal gebruikt bij kinderen. Dus die terminologie gebruiken wij veel meer, omdat dat meer een functioneel probleem is, dus geen echt neurologisch probleem. Het zijn geen neurologische aandoeningen. Wat zien we wel? Een gestoorde urinaire flow. De flow is trager, intermitterend, staccato, spraying flow. Een startmixieprobleem, hesitantie, dus het aarzelen van het begin van de mixie. Een verzwakte detrusorcontractie, dus de druk van de blaas om leeg te plassen die eigenlijk te zwak is. Een detrusorinstabiliteit, dus trekt een beetje samen, stopt weer, trekt een beetje samen, stopt weer. Een postresiduele volume, dus rest in de blaas, zonder enige verklaring. Een externe sphincterdysynergie, een hoge uretrale druk of obstructie van die uretra, kan ook door dus de hyperactieve bekkenbodem komen. Nadruppelen of een gevoel van onvolledige lediging. Dat zijn eigenlijk de klachten dat de patiënten hier bij ons terechtkomen en die dan ergens een plasprobleem vormen. De oorzaken daarvan, ik heb ze niet allemaal opgenomen omdat ze ook niet allemaal kennen. Dus soms weten we geen oorzaak, soms is het ook de medicatie. Ook veel psycholeptica of andere medicatie heeft invloed op het plasgedrag. Verkeerd plasgedrag en houding, een verkeerde blaastraining gekregen als kind, die maar later tot problematieken blijkt te komen. Het onregelmatig drinken, obstipatie, hormonale probleem, postmenopausaal, zwangerschapsproblematieken, alloptosis, celis, de leeftijd, plasproblemen verhogen bij het ouder worden, een sensibiliteitsstoornis, atrofie, stenose, diverticles of andere uretrale aandoeningen, een te zwakke blaaspier, prostaatproblematiek, stress. Dan hebben we ook de pijnsyndromen, interstitiële cystitis syndroom, die mensen die altijd het gevoel hebben dat ze een blaasontsteking hebben en altijd het gevoel hebben dat ze moeten gaan plassen en dan soms daar ook altijd op ingaan. Bladder pain syndroom, dus het eigenlijk het pijnsyndroom van de blaas, dat altijd pijn doet als die blaas samentrekt. Of staan zij in de rust als ze zo'n neurogene pijnschutend krijgen, zonder reden. En dan de hypersensitieve blaas, die soms ook overreageert op koolzuurhoudende dranken, koffie, iced tea. En de laatste tijd zie ik bij jongeren vooral ook de energiedrinks, die heel slecht zijn voor de blaas. Het verkeerd plassen is ook soms ook pijnsyndromen, prostatitis, uretrale pijn, chronic pelvic pijn. De anamnese van deze patiënten zijn, ja, wanneer zijn die klachten eigenlijk ontstaan? Hoe zijn ze ontstaan? Weet je, daar heb je er een idee van. Is het na een bevalling, is het na een operatie? Dat is een ingreep in het kleine bekken, hysterectomie tot TVT. In welke periode zit je? Van hormonale status, menopauze? Hoe gaat het met de stoelgang? Hoe is het seksueel? Is er misbruik geweest? Zijn er seksuele problemen, dyspareunie? Dan vragen we ook naar het sociaal leven. Bij de kine is dat nu altijd aangeraden, dus van het ICF-kader, hoe dat de patiënt sociaal en functioneel eigenlijk beperkt is door zijn aandoening. Er wordt altijd nagevraagd, ga je nog gaan kaarten, ga je nog weg? Hein? En dan is er een vragenlijst, de King's Health Questionnaire, die ook zeer veel vragen over incontinentie, maar ook over de kwaliteit van het leven vraagt bij die patiënt. Die kan ik achteraf eventueel als extra een keer tonen als er nog plaats over is. Die zit als extra wel erbij.
En dan is ook de mate van de last, plasstraal, plasdagboek, meten is weten, dus ook wordt alles opgemeten, hoeveel ze plassen, hoeveel keer ze gaan plassen, wat dat de hoeveelheid verlies is. We proberen ook zoveel mogelijk informatie te verkrijgen daarmee. Dan hebben we het typisch kinesitherapeutisch onderzoek. Hoe staat de patiënt? Als een patiënt bijvoorbeeld, een ouder mens, altijd zo staat, die heeft dan altijd al een overdruk op zijn bekken. Dus soms is de statiek ook al belangrijk van iets eraan te veranderen. Zijn er algemeen bekkenklachten, bekkeninstabiliteit, rugpijn. De ademhaling van de patiënt. Als de patiënt heel moeilijk uitademt of veel effort doet en geen ontspannen diafragmale ademhaling heeft, heeft dat ook een invloed op de blaas. We doen dan een uitwendig perineaal onderzoek. We vragen of dat iets pijn doet als we ergens een touché doen. Inspecteer een keer de huid. Een inwendig onderzoek. Vragen terug of dat er iets pijn doet bij het touché. Vragen om de bekkenbodem eens goed op te spannen. En we gaan na hoeveel kracht, hoeveel uithouding en uitputbaarheid er is. Dat gaat normaal van 0 tot 5. Bijvoorbeeld 0 is geen contractie, 5 is een heel sterke contractie. En van uithouding gaat dat ook van zoveel repetities, uitputbaarheid, hoe dat verzwakt na repetities. De rusttonus, bij sommige vrouwen als we een touché doen, zien we direct een hoge contractie, die heel moeilijk los te laten is. Dus ook de relaxatiemogelijkheid, na een opspanning. Vragen aan de patiënt van een keer goed in bekkenbodem op te spannen, als hij zegt, laat maar los. Dan voel je dat dat oftewel maar in stukjes gebeurt, oftewel niet direct start. Dan wordt ook een uretrale contractie gevraagd, dus een pipistopbeweging gewoon in rust. En kijken we of dat de uretra, of dat we daar een mooie contractie naar inwendig voelen. Er wordt getoucheerd naar de verzakking of de ptosis, dus de verschillende compartimenten. Als er vooraan een verzakking is, is de cystoceule, middenin utero- of enterocele, van achter de verzakking is een rectocele. We vragen ook aan de patiënt van eens te hoesten. Eens te persen en kijken hoe dat in bekkenbodem eigenlijk beweegt en hoe dat die sluitspier reageert bij die vragen. Dat is van Nederland, dus eigenlijk de hele vragenlijst in het Engels. Het zijn dezelfde dingen die erin voorkomen, dat je zo'n functional assessment doet bij die patiënt. Van pijn, inspectie, tijdens beweging, gedurende hoesten en persen, gewoon tijdens de contractie en dan nog een beetje extra vragen naar relaxatie toe. Bij alle plasproblematieken is het altijd nodig naar te vragen naar de stoelgang. En als er obstipatie is, is het altijd noodzakelijk van de stoelgangproblemen eerst te behandelen. Als de patiënt geobstipeerd is, is er rectale distensie en dat verhoogt altijd het gevoel van blaasvulling. En heeft ook altijd een sensibel gevoel van blaasvulling. De intra-uretrale druk verhoogt bij een geobstipeerde patiënt. Er is vooral urge-incontinentie doordat die darm altijd drukt op die blaas. De opslag of de reservoir wordt heel een tijd geprikkeld en men krijgt constant een plasdranggevoel. Een overdadige buikpers bij geobstipeerde patiënten veroorzaakt urineweginfecties en prolapsen. Er is ook zelfs vaak urinaire retentie in combinatie met obstipatie. En men ziet bij het oplossen van een obstipatieprobleem, zeker bij oudere personen, is er direct een lagere frequentie, een sterkere straal, minder residu en minder urineweginfecties. Het belangrijkste is ook bij die obstipatie, dus dat de mensen genoeg bewegen en genoeg drinken. Hetzelfde dan we ook voorstellen bij de plasproblematieken, maar is ook bij obstipatie altijd die actieve voedingsdriehoek is zeer belangrijk. De kinesitherapeutische aanpak dan van het plasprobleem. Wij geven altijd een plaskalender mee en leggen het plasgedrag goed uit hoe dat ze moeten plassen. We geven algemene proprioceptieve oefeningen voor het bekken. Soms hypopressieve of hypoabdominale oefeningen. De ademhaling wordt een keer gecheckt, dat is soms een beetje gecorrigeerd. Soms is het ook echt nodig om de patiënt een beetje te leren relaxeren. Soms algemene relaxatie of specifieke relaxatie. Bekkenbodem specifiek dan. Zijn er manuele bekkenbodemspieroefeningen?
Er is de biofeedback training, de triggerpoint therapie inwendig of uitwendig. Soms zal ik in een dry needling, stretching van, van de spieren van de bekkenbodem. De tense of the pens wordt ook veel toegepast. En dan heeft men de Uroflow biofeedback met EMG-controle. Ziekenhuis, maar ze staan hier nu. Mensen staan hier nu met een nieuw apparaat die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis alleen zou kunnen gebeuren. Dus als ze dat aan een sociaal aanvaardbare prijs brengen, denk ik dat veel therapeuten dat zullen aanschaffen. Dus wat doet de kinesist? Eerst en vooral heel veel info verstrekken. Waar zit uw probleem? Hoe komt het dat je een probleem hebt? Wat zien wij eigenlijk als de oorzaak of het gevolg van uw problematiek? En dat wordt met slides of met anatomische modellen uitgelegd. Belang van regelmatig drinken overdag wordt altijd benadrukt. Dus zeker in de voormiddag tot kort na de middag moet er zeker genoeg gedronken worden. Gemiddeld over een dag 1,5 liter tot bij zware obstipatie tot 3 liter mag er gedronken worden. Drankadvies, vermijd cafeïne, koffie, cola, energiedrinks en iced tea. Vermijd koolzuurhoudende dranken, dus spuitwater of bruisende limonade. Beperk of vermijd alcoholische dranken, zeker als er iemand veel alcohol drinkt en die doet dan achteraf nog redelijke inspanningen, zien we dat dat eigenlijk heel moeilijk te behandelen is als zij blijven die alcoholconsumpties middags aanhouden. Maak eens voeding. Er zitten daar heel veel eiwitten in, dus dat behoort niet onder de drank. Sommige mensen zijn ook gevoelig voor citrusvruchten en drank, ook voor de kruiden in de voeding. Als ze dan meerdere of blaascontracties of blaasproblemen hebben, kunnen ze dat soms een keer nagaan naar de voedingsdagboek. Als ik dat gegeten heb, heb ik meer problemen dan als ik dat eet. Dus kunnen ze soms zelfs eigenlijk zelf ontdekken aan wat dat ze overgevoelig zijn. Er wordt ook veel geschreven over het oxaalgehalte in de voeding. Er bestaat een interstitieel cystitis dieet. Men vindt ook slides over bladder-friendly foods en drinks. Ik heb dat ook al lang geleden een keer opgezocht en ik was eigenlijk verwonderd dat bijvoorbeeld soja enorm veel oxaalgehalte heeft. Je hebt dan mensen die blaasproblemen hebben, die extra gezond willen doen en dan zegt er een andere therapeut, je mag niks meer van maakproducten eten, alles met soja. En dan zie je dat bijvoorbeeld bij die mensen dat oxaalgehalte in die soja eigenlijk het probleem versterken. Dus dat is niet voor iedereen zo, maar soms als je ziet dat mensen bepaalde dingen excessief veel gebruiken, kun je er altijd een keer naar vragen. De richtlijn voor correct plasgedrag. Dus de derde is correct. Men zit mooi recht, met de voeten gesteund, de knieën gespreid. Men neemt voldoende tijd. Ontspant de bekkenbodem. Men perst niet. Eventueel als er verzakkingen of psoses zijn, doe je nog een keer dat manoeuvre hier onderaan. Dus nog een keer goed naar voorover buigen. Een keer terug recht zitten en kijken of dat er bij ontspanning nog iets uitkomt. En na het plassen doe je een goede contractie van je bekkenbodem, dat alles zoveel mogelijk weer op zijn plaats zit. Niet persen tijdens het plassen. Waarom mag men niet persen? Als men perst, verhoogt men de abdominale druk. Men zit als mens zodanig ingenieus in elkaar dat als de abdominale druk verhoogt, dat de uretrale weerstand ook verhoogt, omdat men bij als men iets heft of hoest en niest, en men heeft nog geen bekkenbodemproblemen dat men niet zou verliezen. Dus automatisch gaat die uretra meer dicht. Als we dan tijdens dus persen, de abdominale druk verhogen en wij persen tegen die uretrale weerstand, werkt die blaas tegen de weerstand, waardoor dat de blaasspier verdikt. Een blaaswand moet altijd dun en heel hoge compliance hebben, heel gemakkelijk uittrekken. Dat gebeurt dus dan niet meer. Je krijgt een lagere compliance, het blaasvolume daalt. En door de stugge spier krijgt men ook een minder goede contractie, waardoor dat er allerhande problemen ontstaan. Residu, urineweginfecties, instabiliteit, oren actief bladder, urge of urge incontinentie. Dus als de blaas sterker wordt dan de sluitspier, door altijd te persen, moet dat eerst omgekeerd worden en duurt dat toch wel een maand of drie, totdat die blaaswand weer dunner is bij correct
plasgedrag.